Ik sta hier bij de Witte Singel in Leiden en achter mij is de Universiteitsbibliotheek. In 1575 kreeg de stad Leiden deze universiteit cadeau van Willem van Oranje als dank voor het dappere verzet van de stad tijdens de 80-jarige oorlog. En vanaf dat moment is hier verzameld. Duizenden boeken, handschriften, kaarten, atlassen, archieven, foto's zijn verzameld om de wetenschap in die 4,5 eeuw te bedienen. In deze serie neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen bij de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek. Van kluis naar kussen. Gaat u mee? Vandaag ben ik in de kluis en ik sta hier naast Marc Gilbert. En Marc is onze conservator voor de Sinologische collectie. De collectie is over de geschiedenis van China. En het boek wat je in handen hebt, Marc, is niet voor niks. Geschreven door Robert van Gulik, een vertaling van Rechter T-roman. Wij kennen Robert van Gulik vooral als auteur van de Rechter T-romans in de jaren 60. Maar hij is ook de grondlegger van deze bibliotheek. Ja, zijn privébibliotheek is in 1970 in het bezit van de bibliotheek van het Sinologisch Instituut gekomen. Ja. En het is een echt bijzondere en rijke collectie van handschriften en gedrukte boeken uit China en Japan over de Chinese cultuur, onder andere Chinese literatuur. En die hele collectie van Robert van Gulik is nu hier in de Universiteitsbibliotheek? Ja. Het stond toen in het arsenaal in de zogenoemde Van Gulikkamer met andere bijzondere collecties zoals de Go-collectie of de Rutslaaf-collectie. Ja. En de collectie van onofficiële poëzie-tijdschriften uit de Volksrepubliek China. Okay. En alles wat in die kamer toen stond, is hier in de kluis gekomen. We gaan vandaag aan tafel praten over die Chinese collecties hier in Leiden. Hè? En met wie gaan we dat doen? We hebben twee mensen uitgenodigd. Om over de collecties te praten. Een promovendus, Jules Eek, en een oorlegger van de opleiding China-studies, Mariel van Grebel. Hartstikke goed. We gaan kijken. Ja? Ja. Dames en heren, welkom bij alweer de vierde aflevering van Kluis naar Kussen. En dit keer gaan we praten over een hele spannende, bijzondere collectie. De Chinese collecties van de UB Leiden. We doen dat met conservator Marc Gilbert. En we hebben twee hele bijzondere gasten die daar heel veel over kunnen vertellen. Hoogleraar Mariel van Grebel, hoogleraar Chinese taal en letterkunde. En Jules Eek, promovendus hier. Welkom jullie. Fijn dat jullie met ons aan tafel zitten om over deze geweldige collectie te gaan praten. Marc, jij komt uit Frankrijk, uit Angers. Ja. Bent naar Leiden gekomen voor die Chinese collecties volgens mij. Heb je in Frankrijk gestudeerd? Ik heb in China gestudeerd. Ik ben bij de Peking Universiteit afgestudeerd. En ik heb daarna ook in Parijs bij de INALCO gestudeerd. Ik heb bij een bibliotheek in Frankrijk, in Lyon, gewerkt. En ja. Ik ben hier in 2016 gekomen. En dan kom je in het paradijs natuurlijk met de geweldige Chinese collectie. Hoe is die collectie eigenlijk tot stand gekomen hier? We hebben nu, vanochtend waren we in de kluis. Hè. Daar hebben we ongeveer 3000 bijzondere Chinese werken, ja. Handschriften en boeken. Er zijn meer in het gesloten magazijn. Dit is een van de eerste Chinese boeken die in het bezit van de UB kwam, ja. In het begin van de 17e eeuw. Oh, toen al zelfs, ja. Ja, ja. Sinds 1870 zijn misschien actieve Chinese boeken gekocht hier. Ja. En in 1930, met de oprichting van het Sinologisch Instituut, waren ongeveer 850 Chinese oude boeken in depot aan de bibliotheek van het instituut gegeven. En dat eerste boek wat je meegenomen hebt, wat is dit voor een boek, Marc? Dit is een herziene editie van een Materia Medica uit de 11e eeuw. En dit is een editie uit de 16e eeuw. Ja, de vraag is hoe deze drie boeken hier in Europa zijn gekomen in die tijd. Ze zouden
afkomstig kunnen zijn van een Portugees schip, Santa Catarina, dat toen door Nederlanders in de straat van Malacca in beslag werd opgenomen. En de boeken, en dat was in 1602, denk ik. En toen waren de boeken rond Europa als chinoiserie verkocht. Ah, en ja. Het originele editie bestaat uit 30 boekjes. Ja. En hier hebben we 4. Dus ook, wij hebben niet alle 30, we hebben de 4 delen. Nee, maar een collega van mij, oude conservator bij de Bodleian in Oxford, heeft een onderzoek gedaan. En 16 volumes van op de 30 zijn in 6 verschillende Europese landen teruggevonden. Oké, dus die oorlogsbuit in feite, hè, op een Portugees schip, veroverd door de Nederlanders, die is verspreid geraakt. Mm-hmm. En een klein stukje daarvan is bij ons nu. We hebben hier bij de Universiteitsbibliotheek 3 en 1 ligt nog bij de Tiziana. Okay. Dus 4 van de 16 volumes die teruggevonden zijn in Leiden te vinden. Als je nou kijkt naar die Chinese collectiemarkt, dan is er een man geweest die veel mensen in ieder geval kennen, Robert van Gulik. Mm-hmm. En die kennen wij in Nederland vooral eigenlijk van zijn rechter T-romans. Maar Giel, heb je ze gelezen? Ja? Natuurlijk, ja. Was niet, nou, van jou, niet allemaal hoor. Maar achteraf, toen kende je van Gulik al waarschijnlijk. Of, ja, nou, dit hoort in mijn geval bij het hoofdstuk. Mensen weten dat hij iets met China wil. Daarom gaan mensen hem dingen over China geven. Ja. Kreeg, ik weet niet meer van wie. Ik kreeg die rechter T-romans als verjaarscadeaus en zo. Ja, ja allemaal gelezen. Allemaal. Ja, ja. En Mark, want eigenlijk begint die hele geschiedenis van de rechter T-romans. Die begint met dit boek, hè? Ja. Dit is de eerste vertaling van het origineel werk. In 1949 in Japan uitgegeven. Op de omslag heb je een tekening door Van Gulik zelf. Ja, prachtig zeg. Ja. Maar dit was dus eigenlijk een bestaand werk, een bestaand Chinees boek, wat hij heeft vertaald in het Engels. En dat was voor hem reden om te denken van, nou, dat vind ik zo leuk. Ik ga nog meer van die precies af gaan schrijven eigenlijk. Huh? Ja, precies. Ja. Precies, ja. Maar de reden dat we over Van Gulik praten is natuurlijk niet nu in de eerste plaats dat hij de rechter die romans gemaakt heeft. Maar vooral dat hij een enorme collectie heeft aangelegd die eigenlijk de basis vormde van het Sinologisch Instituut. Huh? Dat was hier aan de overkant, Mark? Ja? Van de collectie? Ja, de collectie is hier in de jaren 70 gekomen. Dus toen de bibliotheek van het Sinologisch Instituut in het Arsenal was. Ja. En daarom was de ruimte waar, de speciale ruimte waar de bijzondere Chinese boeken naar Van Gulik vernoemd was. Dat was toen de Van Gulik-kamer. En Van Gulik werkte als diplomaat in Oost-Azië. Hij heeft in China, in Japan en ook in Zuid-Korea gewerkt. En in de jaren 30 en 40 was hij echt actief met de verzameling van bijzondere handschriften, gedrukte werken in China en ook in Japan. Waarom deed hij dat? Waarom? Was het uit een soort persoonlijke belangstelling voor de Chinese cultuur, dat hij zo fanatiek aan het verzamelen was? Ja, hij was echt geïnteresseerd in vakken in het gebied van sinologie die toen niet populair was. Dus hij heeft veel geschreven over verschillende aspecten van de Chinese cultuur, Chinese kunst, Chinese muziek. Hij speelde ook de Chinese luit. Dat zagen we in de kluis, dat muziekboek. Hè? Dat was dat bedoeld om de Chinese luit te kunnen bespelen. Hè? Ja. En die stuk heeft hij zelf toen in Chongqing gekopieerd. Daar woonde hij? Ja. Oké. En hij speelde dat instrument zelf dus ook? Ja. Dus eigenlijk ging hij min of meer op in die Chinese cultuur zelf. Ja, op een Chinese manier. Op een Chinese manier, ja. Je hebt nog wat meegenomen uit zijn collectie volgens mij, Mark. Ja, hij heeft veel over specifieke en
onbekende gebieden geschreven van de Chinese cultuur. En een van deze onderwerpen was Chinese seksualiteit. Dus hij heeft ook beelden verzameld van erotische beelden verzameld van de Ming-dynastie, de Ming-periode. Dat was de periode waar hij vooral belangstelling naar had, hè? Ming-dynastie. Ja. Daarom heeft hij de verhalen van Geertertie van de Tang-dynastie naar de Ming-dynastie. Precies, het echte verhaal speelde in een vroegere tijd, maar hij heeft het naar de Ming-dynastie verplaatst. En dus hier hebben we, ik weet niet of de inhoud hier kunnen laten zien, maar... We zijn in een vrije universiteit, dus dat mag je gewoon tonen hier. Dit is ook aangeschreven, dat was in 1951, ook in Japan uitgegeven, als ik me dat goed herinner. En dit zijn dus eigenlijk de plaatjes die hij verzameld heeft? Ja. En die heeft hij in boekvorm uitgegeven? De tekst is in het Engels en ook in het Chinees. En dit is ook de beschrijvende tekst van Van Gulik zelf, zeg maar? Ja, door Van Gulik zelf geschreven. Jules, ben je ook een fan van de rechte T-romans? Nou, ik ken ze wel, maar ik heb ze zelf niet gelezen. Je had niet gelezen? Nee, nooit. Nee. Maar ik herken wel wat Michiel zegt, dat ja, hij wil iets met China, je krijgt een hoop voor je verjaardag. Alleen bij mij zat er nooit rechte T bij. Dusver, nee. Ja, wie weet. Nou, misschien dat ze deze boeken nog een keer voor je verjaardag hebben. Nou, deze kende ik ook wel, ja. Ja. Wat is jouw eigen onderzoek eigenlijk? Ik heb in mijn master ben ik er eigenlijk mee begonnen en nu nog steeds doe ik onderzoek naar... de relatie tussen de Manchus, die heerst over de laatste dynastie van China, en Tibet. Met name nu in de 17e eeuw. Ik weet er niks van, Jules, dus je moet me even uitleggen. De Manchus, wat is Manchus. Dat? Manchus waren eigenlijk een grensvolk ten noordoosten van China, die aan het eind van de Ming-dynastie China binnen zijn gekomen, zijn begonnen met een enorme verovering. En die hebben eerst in 40 jaar tijd de Ming veroverd en hun eigen dynastie gesticht. Ja. En vervolgens zijn ze eigenlijk doorgegaan en die hebben de vorm aan China gegeven zoals we die vandaag kennen, met in het noorden binnen Mongolië erbij, Xinjiang, Tibet, Qinghai. Zo is China vandaag tot stand gekomen eigenlijk. Oké, dus die hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van China eigenlijk. Ja, zeker. En wat is jouw specifieke onderzoeksvraag dan eigenlijk? Mijn specifieke onderzoeksvraag is hoe zij zich verhielden tot Tibet in de 17e eeuw en hoe die relatie tot Tibet veranderde. Okay. Door die tijd heen, waar ze begonnen met een hele geformaliseerde relatie, een bondgenootschap op gelijke voet eigenlijk. En door de 17e eeuw heen, het begin van de 18e eeuw, houden zij vast aan bepaalde structuren, maar tegelijkertijd beginnen ze ook steeds meer invloed uit te oefenen en uiteindelijk lijven ze Tibet in door middel van militaire invasie. En dat onderzoek wat je nu verricht voor je promotie, dat doe je dan aan de hand van de stukken die in onze collectie zitten? Eigenlijk niet. Voor een groot deel richt ik me op stukken in de Staatsbibliotheek in Berlijn. Dat is verder niet heel belangrijk. Ja. Wat ik mee heb genomen hier, dat zijn stukken die door om een andere reden eigenlijk uitsprongen voor mij. En die heb ik meer als vanuit mijn ervaring als student aan Leiden meegebracht. Oké, okay. Ja. Als student van de Chinese geschiedenis hier leer je eigenlijk... Ja, je leert over de Chinese dynastieke geschiedenis en dat cyclische model waarin de ene dynastie de andere opvolgt. En dat kan leiden tot een beetje een soort tunnelvisie op China zelf. Waarbij dat wordt eigenlijk versterkt door dat moderne beeld waarin China in het verleden gezien wordt als geïsoleerd. Hè, ja. En afgezonderd, zelfs bewust afgezonderd van de rest van de wereld. En mijn insteek was de stukken die ik heb meegebracht die laten zien dat dat eigenlijk helemaal niet het geval was. En dat China zich we kunnen daar vraagtekens bij stellen, we kunnen daar kritisch tegenover staan. En kijken hoe China zich verhield tot de omgeving. Ja. En met name de grotere kaart die ik heb meegebracht. Ja, het ziet er nu uit als een bescheiden boek, maar dat is een enorme kaart van China. Hè? Ja. En die is ook veel te groot en veel te kwetsbaar hier op tafel neer te leggen. Maar we gaan even samen naar hem kijken. Ja? Ja. Op de studiezaal. Dat is goed. Jules, deze geweldige, enorme kaart van China heb jij gekozen. En ik zie ook dat het China is, want ik zie hier de gele rivier lopen. En ik zie hier ook volgens mij de Chinese muur. Maar de rest van de wereld ontbreekt. Dat lijkt te bevestigen wat ik eerder al zei over dat beeld dat China geïsoleerd is en kiest voor isolatie ook. En wat je als student misschien ook een beetje krijgt door die tunnelvisie op de Chinese geschiedenis met de Chinese dynastieën. Maar wat deze kaart eigenlijk juist doet, dat verraadt de titel al. Het gaat over hoe de volken om China heen te maken hebben met China zelf.
Wat is de titel dan? Heel lang, maar in feite staat er hoe gebeurtenissen uit het verleden de landsgrenzen hebben bepaald. Je ziet in principe alleen het gebied van China, wat je zei, gele rivier die een beetje als grens wordt aangegeven en de Chinese muur in het noorden. En dan de kaart van China met alle provincies en dan staat er informatie op in het Chinees over de provincies. Maar de meeste, of de grootste tekstblokken eigenlijk, die bevinden zich aan de randen. Wat die tekstblokken met name vertellen is hoe volkeren om China heen zich hebben verhouden tot China in het verleden en wat voor invloed ze hebben gehad. Hier in staat een plek aangegeven in Liaodong. Liaodong is een gebied wat hier wel binnen de Chinese muur valt. Dat was eigenlijk niet zo. En bij China hoorde in die tijd, bij de Ming, de plek die hier wordt aangegeven is Zitaizhou. En daar vlak naast ligt nog een plek die heet Anlu. En die twee plekken zijn in de 16e eeuw door de Ming is daar toestemming voor gegeven om die te stichten. Daar woonden geen Chinezen in het begin, maar alleen maar Jurchen uit het noorden, de barbaren. De barbaren, ja. Het idee was, die mogen dan dichter in de buurt van China komen wonen om zich te assimileren en een beetje Chinees te worden. En dan worden het van rauwe barbaren, gekookte barbaren. Jules, dus eigenlijk zeg je van deze kaart lijkt een kaart van alleen China. Maar het is eigenlijk een kaart die laat zien hoe China met de rest van de wereld verbonden is geweest. Ja, wat je zegt, dat klopt precies. Het is een kaart waar eigenlijk steeds een beschrijving op wordt aangegeven van hoe het volk aan de rand zich verhouden heeft tot China. En daarmee is het denk ik ook voor studenten heel nuttig om te kijken naar een object als dit, hè, maar nog vele andere kaarten uit de collectie, waar ze juist uit die tunnelvisie die er mogelijk is worden gehaald en kijken naar een breder China eigenlijk. China in de context van de omgeving. Jules, we gaan deze kaart gauw digitaliseren, zodat heel de wereld hem kan bestuderen. Ja. Dit boek is, laat ik beginnen met wat het is. Het is 64 keer, zeg ik het goed? Ja, 64 keer de eerste pagina van een gedicht wat geschreven is door de keizer Qianlong. Het staat erop in het Frans. De ode aan de stad Mukden. Mukden, dat was de oude hoofdstad van de Manchus, dus in het noordoosten van China. Ja. En hij verheerlijkt ontzettend dat die hoofdstad in het noordoosten, waar hij met name alle aspecten van de Manchu-cultuur enorm aan het ophemelen is. En zegt, wat hadden we toch een mooi thuisland daar in het noord. Een ode aan de stad. Ja, zeg maar. Precies. Ja. Die ode die is letterlijk wereldberoemd geworden. Die is naar Europa gekomen via een Franse pater. Die heeft het naar het Frans vertaald. Ik heb gezien dat mensen het geparafraseerd hebben genoemd. Want hij doet dat op een hele vrije manier. Ja. Met een erg christelijke invulling. Er zit een onbevlekte ontvangenis in die ode. En hij heeft dat natuurlijk heel erg christelijk opgepakt. Hij heeft het in eigen hand gezet, zeg maar. Ja. Maar dus dat heeft in Europa is dat ook bekend geworden. En het is een heel invloedrijk gedicht geweest. En wat je dus ziet in dat gedicht is de spanning die er bestaat tussen de Manchu-cultuur die langzaam verloren gaat en de Manchu-taal die langzaam verloren gaat in de ogen van de keizer en de invloed van de Chinese cultuur. Het bijzondere is ook, het gedicht is oorspronkelijk gesteld geweest in het Chinees, heel literair met veel verwijzingen en later vertaald naar het Manchu. Maar goed, waarom ik dit mee heb gebracht? Het is dus in 32 verschillende fonts, 32 verschillende lettertypes, steeds opnieuw alleen maar de eerste pagina van het gedicht, dus de inhoud verandert helemaal niet. Ah, oké. Voor de camera misschien is het. Is het zo handiger? Denk ik. En is het gedrukt, ja. Jules? Ja, ik denk het wel. Ik zou het je niet met zekerheid kunnen zeggen misschien. Ja. En waarom maakt iemand een boek met daarin 32 keer dezelfde tekst, maar in een ander karaktertype of lettertype, schrifttype? Nou, niet een schrifttype, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, het gedicht is, nadat het voor het eerst uitgegeven is, daarna nog uitgegeven in een soort een speciale versie met dus die 32 lettertypes. Dus dat moet een enorm boekwerk geweest zijn. En al die 32 lettertypes, die gaan terug. Die zijn verzonnen voor het Manchu en voor het Chinees bestonden ze deels. En ze gaan terug tot boeken uit de Tang-dynastie, waarin verhaald wordt hoe de mythische keizers van duizenden jaren voor Christus bepaalde waarnemingen hebben gedaan op basis daarvan een eigen schrift hebben ontworpen of een schrift zagen in de natuur en dat aan toe hebben gepast, zoals op de rug van schildpadden. En Qianlong die heeft die schriften, dus waar ze bestonden, weer gebruikt en waar ze niet bestonden, zelf een soort invulling gegeven eraan. Ja. En die heeft in het Chinees en dus in het Manchu zijn ode aan Mukden in al die schriften opnieuw uitgegeven, waardoor het een soort mythische kracht wordt meegegeven. Tegelijkertijd is het doel daarvan om, die schriften van duizenden jaren voor Christus, die zijn natuurlijk oorspronkelijk alleen bedoeld geweest voor het Chinees. Manchu had helemaal niet die
diepe geschiedenis daarachter zitten. Het Mandschoeschrift is pas in 1599 voor het eerst bedacht. Okay. En pas in 1632 heeft het zich voor het eerst echt afgescheiden van het Mongools, waar het op gebaseerd was. Maar om toch die historische diepgang te geven aan het Mandschoe, heeft Qianlong dus gezegd, al die oude schriftvormen die bestonden ook voor het Mandschoe. En die heeft het Mandschoe uitgegeven in die schriftvorm. Dus het is eigenlijk aanspraak maken op een verleden wat er niet was. Ja, precies. Ja, ja, ja. Mythische doeleinden. Geconstrueerde achtergrond. Hè? Inderdaad, ja. En echt, je ziet heel duidelijk het verlangen om toch dezelfde historische diepgang en ook literaire waarde te geven aan het Mandschoe. Ja. Die eigenlijk het er helemaal niet was. Of, ja, dat wordt er dus bij bedacht. Jij doet aan de letterkunde, Machiel. Hè? Ik vind het een geweldig verhaal. Je bent er zelf op pad gegaan eigenlijk naar China om op zoek te gaan naar de moderne Chinese poëzie die in dit soort tijdschriften wordt uitgegeven. Unofficial poetry heet dat volgens mij. En waarom is dat? Omdat het opereert buiten de officiële literaire infrastructuur in China. En officieel is het zo dat er buiten die infrastructuur niks bestaat. Okay. Mensen doen dat dus eigenlijk in eigen beheer. Ja. En dat heeft een reden. En de reden daarvoor is dat in de Volksrepubliek China de literaire infrastructuur eigenlijk, nou ja, vanaf het moment van productie tot en met receptie enzovoort, in hoge mate gecontroleerd wordt, soms ook actief aangespoord, aangestuurd enzovoort, door de staat. Dat is in de afgelopen pak een beet halve eeuw wel een beetje veranderd. Het was bij wijze van spreken, nou ja, 50 jaar geleden was dat in heel hoge mate zo. Hè? Toen was officiële culturele productie was eigenlijk een verlengstuk van de ideologie van de regering. Of het nou ging om beeldhouwen of opera of schrijven of dansen of noem maar op. Dus daar is inmiddels is dat allemaal veel losser. Maar die fundamentele structuur, die staat er nog. En het is bijvoorbeeld ook zo dat iedere Chinese hoogste machthebber, te beginnen met Mao Zedong in de jaren 40 van de vorige eeuw, die hebben zonder uitzondering zich ook uitgesproken over literaire en culturele productie. Met andere woorden, literatuur, als we het dan hebben over de dingen waar ik me mee bezig hou, dat is iets in China waar de regering iets van te zeggen wil hebben en iets over te zeggen wil hebben. En dat is eigenlijk een hele oude, traditionele Chinese opvatting van literatuur. Ook als een soort, als een angst, zou ik bijna zeggen. Hè? Dat nou, dat weet ik niet. Dus ik ga gewoon ook even voor de contramine ga ik dit weerspreken, wat okay. Je net zei. Okay. Want ik denk eigenlijk dat het interessanter is in de discussie om het positief te definiëren. En dan zou je kunnen zeggen dat literatuur... Er is echt een groot belang aan literatuur, in feite. Zeker. Ja, en, ja. Hè, er zijn beroemde poëticale uitspraken van uit de afgelopen millennia. En één daarvan is: letteren zijn een voertuig voor de weg. En de weg is dan de Tao, de Tao. Dus eigenlijk, nou ja, de manier waarop de dingen zijn. Je zou het een cosmologie kunnen noemen. Met andere woorden, literatuur is een voertuig voor een wereldbeeld. Dus dat is een positieve definitie. En als je op die manier zegt, goh, als ik een regime zou zijn en ik weet dat literatuur een voertuig voor een wereldbeeld is, dan is het eigenlijk heel logisch dat ik me daarmee ga bemoeien. Ja, ja, ja. En wat je dan dus krijgt is dan in het geval van, ik zei het net eventjes, een halve eeuw geleden, in China eigenlijk een hele beperkte opvatting van literatuur en kunst. Extreem ideologisch, extreem politiek. En in reactie daarop ontstaat dit dan. Dat ontstaat eerst ondergronds. Dus dat betekent ook echt dat het min of meer geheim is. Dat mensen poëzie schrijven, die uitwisselen in een soort salons die ze hebben bij elkaar thuis en zo. En dan nadat China de periode van hervormingen ingaat, eind jaren 70, dan komt dat ondergrondse werk bovengronds. En dan gaan we het eigenlijk onofficieel noemen. Dan kunnen we niet langer zeggen dat het ondergronds is, maar het is een grijs gebied. Want het bevindt zich dus buiten de officiële infrastructuur. Dus bijvoorbeeld om dit blad te maken, dit is een beetje het archetypische blad, vertaald in het Nederlands heet het Vandaag. Eind 1978 zijn ze daarmee begonnen. Dit is het tweede nummer uit 1979. En om dat te kunnen doen, moesten de makers van dit blad dus ook regelen dat ze bijvoorbeeld aan papier konden komen. Want daar had je helemaal niet noodzakelijkerwijs toegang toe als staatsburger van de Volksrepubliek op dat moment. Ja. En dat kon je niet gewoon kopen. Dus dat kwam dan via relaties met mensen die in een papierfabriek werkten. Dat soort verhalen die vast niet allemaal zullen kloppen, maar het zijn mooie verhalen. Hier kun je bijvoorbeeld zien dat
ze op dit moment nog een techniek gebruiken die, om het zo maar even te zeggen, veel primitiever is dan gewoon stencilen. Dus wat ze hier doen is dat ze was op een plaat smeren en dan gewoon met een mesje de karakters daaruit kerven. Ah. En dan kun je dus ook vaststellen dat het ziet er op afstand, denk je, nou, dat ziet er een beetje als iets gedrukt uit. Maar als je goed gaat kijken, dan zul je zien dat dat niet het geval is. Dat het helemaal met de hand gemaakt is. Prachtig zeg. Ja. Hey, en Machiel, je hebt die tijdschriften ook zelf verzameld. Hè? Ja. Hoe pak je dat aan? Hoe dat ging was eigenlijk, het heeft ook een beetje, jij dichtte mij net een enorm voorzienige blik toe, van dat ik wist dat ik dit moest gaan opzoeken. Maar dat was het eigenlijk niet. Als we het toch over bibliotheken hebben, contemporaine poëzie uit China bestaat onder een enorme paradox. Wat is die paradox? Dat eigenlijk alle dichters die ertoe doen, zijn begonnen in dat onofficiële circuit. Ah ja. Maar dat onofficiële circuit is dus enerzijds heel erg invloedrijk, maar is ook vrijwel onzichtbaar. Je moet in de netwerken zitten om überhaupt dit materiaal te zien, om überhaupt te weten dat het bestaat. Nou, en dan doen landsgrenzen er toch ook nogal toe, want dit soort dingen kan binnenlands gewoon opgestuurd worden. Ja. Om het kort maar duidelijk te zeggen, als buitenlands onderzoeker moet je eigenlijk veldwerk doen om überhaupt te weten dat het bestaat. En ik begon dus met promotieonderzoek, net als Jules. Ik zat op het gebied van de hedendaagse poëzie. En kwam er al ras achter dat geen enkele bibliotheek, zelfs niet onze bibliotheek, eigenlijk ook maar enig belangrijk materiaal op dat gebied had. Dus ik moest daarvoor naar China. Het is een zwaar leven. Op zoek naar de kraamkamer van de poëzie eigenlijk. Ja, op zoek naar het materiaal om te beginnen. Weet je wel, in de wetenschap kunnen we heel interessant doen over theorie en methode en noem maar op. Maar om te beginnen moet je het materiaal hebben. Ja. Dat hadden we niet. Ja. En de afgelopen decennia heeft zich dat enorm ontwikkeld. Hè? Dus je hebt nu tienduizenden officiële publicaties. Maar ik ben toen begin jaren 90 begonnen vanuit mijn onderzoek om deze dingen te verzamelen. Hè? Dus als je wilde weten, zal ik maar zeggen, wat er gebeurde in die poëzie, dan moest je bij dit soort dingen zijn. Dus dit is een voorbeeld. Dan kan je ook zien dat ik in 1991 in Chengdu was bij een dichter, redacteur die dit prachtige boek, Hergroeit Bos, heeft gemaakt. Het hergroeien van het bos kan dan heel goed een verwijzing zijn naar de culturele revolutie. Hè? Dus een soort van culturele woestenij. En nu beginnen de mensen weer te schrijven. Ja, ja, ja. En die doneert dit dan eigenlijk aan ons. Ook omdat ze, denk ik, wisten dat we serieus bezig waren met verzamelen. En als je dan naar de inhoudsopgave kijkt, dan zie je daar hele grote namen instaan die pas heel later heel groot zouden worden. Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld ook de eerste dichter Chiang He, die publiceerde hier nog onder die naam en die werd later de inmiddels wereldberoemde Ouyang Chiang He. Of Tai Yongming, eigenlijk de vrouw die het boegbeeld is van schrijvende vrouwen in China en die dus in 1981 hier inkwam onofficieel. En Magiel, kreeg je dit boekje nu op het moment dat het ook verscheen, dat het gepubliceerd werd, of is het een oudere editie? Dit is in 1981 gemaakt en ik was in 1991 eigenlijk voor het eerst serieus aan het verzamelen. En de tekening, dus de opdracht die hij hierin heeft gezet, die is ook gedateerd in 1991. Dus dat was toen ongeveer 10 jaar oud. Je zag ook bijvoorbeeld dat hij toen zijn eigen naam niet op het omslag heeft gezet, omdat dat misschien toch nog wat gevoeliger lag in die periode. Hij gebruikt hier voor de redacteur een pseudoniem. Terwijl hij inmiddels natuurlijk er heel fier op is en het ook ondertekent hier met zijn eigen naam. Precies, dat zou hij in 1981 nooit gedaan hebben waarschijnlijk. Nee, en ik denk dat dat toen ook niet aan de orde was. Er waren in begin jaren 80 wist men zeker van bijvoorbeeld dit oerblad. Maar eigenlijk ging onze kennis in het buitenland toen niet verder dan dit blad. Ja. En wat we inmiddels in Leiden hebben, het is natuurlijk nu inmiddels bijna 30 jaar later. Het is 30 jaar later. Is een wereldwijd unieke verzameling. Gewoon in aantallen en in diversiteit. Ja, geweldig hè? En er is dus in China één verzameling die echt groter is, maar die is privé. Dus wij zijn in de wereld, zijn we in de bijzondere collecties, de eerste plek die dit toegankelijk maakt. Die het niet alleen de catalogus heeft staan, maar die het nu ook gaat digitaliseren. Door hem nu digitaal beschikbaar te stellen, kan eigenlijk iedereen in de hele wereld die collectie gaan gebruiken in onderwijs en onderzoek. Nou ja, want dat is wel mooi om dat inderdaad te benadrukken. Kijk, bijvoorbeeld deze bladen, die zijn voor bijna iedereen in mijn vak letterlijk legendarisch. En dan bedoel ik dus echt, ze hebben ervan gehoord. Het zijn legendes, zeker dit blad, deze twee.
Maar de meeste mensen, en dan bedoel ik dus veel meer dan 99% van de onderzoekers, heeft ze nog nooit gezien. Ja. Gewoon niet gezien. Ze hebben een foto gezien misschien, of een foto van een paar bladzijden. Er is een facsimile gemaakt in 1997 in Japan, maar dat was natuurlijk ook een drukuitgave. En dit is ongelooflijk. Ik had contact met collega's in Amerika die zeiden, oh, dit moeten we voor de graduate admissions volgend jaar hebben. Want ja, dit gaat dus allemaal open. En ja, daar kunnen promovendi en masterstudenten en misschien zelfs nog bachelorstudenten mee aan het werk. Want je kan het gewoon allemaal op je scherm zetten. Je kunt inzoomen, je kunt alles nazoeken. Prachtig, hè? Dus ja, ongelooflijk. Ja. Spannend vak hebben jullie, Jules. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, dit is wel echt heel mooi. En ik herken dit ook van, nou ja, eigen boeken. Het laatste is de geschiedenis van de Yuan-dynastie. En het Manchu is ook gedigitaliseerd. En dat zijn allemaal hele bijzondere, ja, bijzondere boeken die je niet zomaar tegenkomt en niet zomaar vindt. Nee, ga je ook op pad? Ga je naar... Nou, voorlopig heeft corona roet in het eten gegooid. Maar ja, ik zou eigenlijk vorig jaar in de zomer al naar Tibet gaan en op eigen initiatief het veldwerk doen. En ik hoop heel erg dat ik binnenkort kan. Naar Peking bijvoorbeeld. Precies. Dus ik heb het los in de planning staan. Los in de planning? Ja. Maar als je erheen gaat, dan hou je ons in gedachten. Ja, natuurlijk. Ja, dan, maar ik vind het ook wel heel erg mooi te zien, Machiel ook, hè, van een bibliotheek kan nooit een collectie vormen zonder de kennis en zonder het netwerk van mensen als jullie, hè, die het veld ingaan en die niet meedenken en die zorgen dat die dingen dan ook bij ons in de verzameling komen. Dus ik ben daar ook heel erg dankbaar voor. Geweldige collectie. En ik wil jullie ook bedanken voor deze sessie. Ik ben een stuk wijzer geworden weer over China. We hebben eigenlijk een reis gemaakt door de contraien en gezien wat er vroeger gebeurde en wat er nu gebeurt. Dus dank daarvoor. Dit was alweer de vierde aflevering van Kluis naar Kussen. Ik hoop dat u de volgende keer weer bij ons bent om weer een andere bijzondere collectie te komen bekijken. Dank voor de aandacht.